zeilen op het water, zweven op een vliegend tapijt, vanuit het reuzenrad hoog in de lucht neerkijken op de lichtjes van je stad. Alicia, oord van genot en verrukking. Kookruimte met elektrische treintjes, bevroren Eskimo's die neerdalen op een glijbaan van vuur, hardloopwedstrijden met wezens uit de ruimte, worstelen met Hercules, krachtmeting met de blauwgelaagde dame. Alicia, het oord waar geen enkele verrukking zal ontbreken. Alicia presenteert u alle wonderen van de wereld. Pretoord Alicia. Warenhuis, eeuwige zonsondergang. Ongekende kortingen op al uw aankopen in eeuwige zonsondergang. Grote collectie van meubels, vervaardigd uit dierenhuiden. Uitgebreid assortiment van meubilair van alle soorten weer, van slangen tot nijlpaarden. Kom, kijk en koop in eeuwige zonsondergang. Toen Gregor Samsa wakker werd, had hij de indruk dat het nog nacht was. Op de muurklok stond de grote wijzer op 5 en de kleine op 9 uur. Koerieren, sprak hij in zichzelf, buiten is het nog steeds bewolkt. De wolken hadden de gedaante aangenomen van een ezel. Heel ezelswolken, sprak Gregor, foute wolken. Hij voelde de wolken steeds dichter op hem neerdalen. Alsof ze bezit zouden nemen van zijn bed en zouden veranderen in donder en bliksem. Of dat ze zouden neerdalen in de vorm van uiterst kwalige regendruppels en, wie zal het zeggen, vlak boven de grond zouden landen op het dak van de kat. Of het nu de wind was, of Gods zegenrijke handen die hem hier hadden doen belanden op dit stuk aarde, op dit stuk bed, bedolven onder het gewicht van een ezel, was voor Gregor volstrekt onduidelijk. De ezel slaakte een angstaanjagende kreet, gelijkend op de donder van een naderend onweer. Gregor telde de seconde af tot de blikseminslag en het begin van de klemtijd. Maar niet van dat alles. Hij keek naar het bed en zag dat de ezelsvormige wolk gevallen was en moeizaam probeerde overeind te komen, op zijn eigen benen te staan en voor de eerste keer een niveau hoger dan de wolk te bereiken. Totdat hij merkte dat zijn benen veel te zwak en te dun waren en enigszins zwart begonnen te kleuren. Zijn armen vertoonden hetzelfde beeld. Dit moet een droom zijn, overwoog Gregor. Dit moet zich allemaal in zijn slaap hebben afgespeeld in een droom. Nee, in een nachtmerrie van zijn gedaanteverwisseling tot een tor. Het gerommel van de wolk deed hem beseffen dat hij wel degelijk wakker was, maar dat hij er niet langer als de oude Gregor Samsa uitzag. Hij was een dier geworden. Een hulpeloos insect dat zich kruipend voortbewoog, niet op eigen benen kon staan en niet van boven op een wolk kon neerkijken. Critici en recensenten beoordeelden een literair werk als regel aan de hand van andere boeken van de schrijver of aan de hand van geflopte boeken van hun eigen pen. Dat verklaart waarom geen van die critici na zoveel jaar zich ooit heeft afgevraagd waarom Kafka zijn hoofdpersoon Gregor Samsa op zijn eigen kamer en in zijn eigen bed tot een tol laat veranderen, terwijl Carlo Collodi zijn Pinocchio om een kermis tot ezel laat worden. Moeten we daaruit concluderen dat in Collodi's tijd de kermis een geëikte locatie was voor de gedaantewisseling, terwijl Kafka over een grotere ruimte kon beschikken? Of zou het anders zijn? En had het onderscheid tussen Pinocchio en Samsa veeleer te maken met het verschil tussen een ezel en een insect? We moeten in het duister tasten en ook het verhaal dat nu voor u ligt blijft volstrekt onduidelijk waar het over ging. Is Pinocchio van de kermis naar de woning van Gregor gegaan en heeft Samsa de hotelkamer op de kermis bezocht? Wie van beiden heeft hier huisvredebreuk gepleegd? We zullen er niet achter komen. En van de heren critici hoeven we zeker geen vragen of verheldering te verwachten. Die hebben dringende bezigheden. Zoals het schrijven van verhalen of gedichten. In deze linie is het produceren van rommel te verkiezen boven het ontdekken van goud.